Wil jij een buikspierapparaat kopen? Er zijn veel verschillende soorten apparaten en trainingsmaterialen om ijzersterke buikspieren mee te ontwikkelen. In deze korte video ontdek je welke mogelijkheden er zijn en wat de beste apparaten zijn om jouw buikspieroefeningen flink mee uit te breiden. Een buikspierapparaat wordt ook wel eens een buikspiertrainer of een app-trainer genoemd. Het is een erg groot begrip en er zijn dan ook verschillende mogelijkheden. In deze korte video ontdek je de 7 meest effectieve apparaten. Maar nog even voordat we beginnen, mocht jij interesse hebben in een van deze apparaten, klik dan even op het linkje in de beschrijving onder deze video voor het beste aanbod en de koopgids. Laten we nu snel beginnen. Op nummer 7, de App Squat Machine. De App Squat Machine is een apparaat waarmee je zowel je buikspieren als je gehele beenspieren mee traint. Kun jij dus een multifunctioneel apparaat waarmee je meerdere spiergroepen tegelijk kunt aanpakken? Dan is de App Squat Machine zeker een goede mogelijkheid. Het is bovendien speciaal ontworpen om thuis te gebruiken. Je kunt het daarom ook gemakkelijk verplaatsen en opbergen na gebruik. Op nummer 6, de App Crunch Machine. Met de App Crunch Machine kun je de weerstand eenvoudig verhogen door gewicht toe te voegen. Ze zijn in vrijwel elke gym wel te vinden. Je kunt deze buikspiermachines natuurlijk ook aanschaffen voor in huis. Een mogelijk nadeel is wel dat ze wat duurder zijn. Daarnaast is het apparaat ook vaak wat zwaarder en groter. Maar als je de ruimte en het budget tot je beschikking hebt, is dit zeker een goede aanvulling op je buikspiertrainingen. Op nummer 5, het App Wheel. Oké, het is natuurlijk niet echt een buikspierapparaat, maar het is wel een handig trainingsmiddel wat je kan helpen om ijzersterke buikspieren mee te ontwikkelen. Een groot voordeel is dat het erg goedkoop in aanschaf is en natuurlijk makkelijk op te bergen, dankzij het compacte formaat. Ongetwijfeld ken je dit trainingshulpje al, ze liggen tegenwoordig dan ook in vrijwel elke fitness. In korte tijd hebben de App Wheels enorme bekendheid verworven. Op nummer 4, het EMS buikspierapparaat. Een vrij uniek buikspierapparaat in het rijtje, de EMS trainer. Dit apparaat ken je waarschijnlijk wel van de reclames op tv. Het is tijden een vrij omstreden trainingsmiddel geweest, maar is langzaamaan weer in opkomst. De EMS buikspierapparaten worden ook steeds effectiever en van betere kwaliteit. Ze geven in een korte tijd erg veel elektrische schokjes, waardoor je buikspieren zich constant blijven aanspannen. Op nummer 3, de hyperextensiebank. Een hyperextensiebank wordt ook wel een Roman chair genoemd. Dit apparaat is niet alleen maar bedoeld om je buikspieren mee te trainen, maar ook de onderrug kan ermee getraind worden. Het kan dus ook fungeren als een rugspiertrainer. Nummer 2, de buikspierbank. De zogenoemde buikspierbank is ook een erg populair apparaat om thuis je buikspieren mee te trainen. Het principe is eigenlijk vrij simpel. Het is een bank waarvan het lichtvlak schuin naar beneden afloopt. Dit wordt ook wel de decline stand genoemd. In sommige gevallen kun je de bank nog verstellen, zodat het vlak schuiner of juist minder schuin naar beneden loopt. Je kunt met deze bank simpelweg sit-ups maken, of je kunt het nog zwaarder maken door een gewicht bij te houden. Dan op nummer 1, de App Trainer. Dit is een erg populair toestel voor thuis. Het is dan ook erg licht en gemakkelijk te verplaatsen. In de meeste gevallen is het ook niet elektrisch, waardoor je zelf de nodige kracht moet leveren. Dit komt je training dan ook alleen maar ten goede. Je kunt er sit-ups mee uitvoeren zoals je gewend bent. Echter zorgt de App Trainer voor een goede ondersteuning aan je nek. De oefening wordt ook wat zwaarder, waardoor je buikspieren effectiever worden getraind. Dit waren de 7 meest effectieve buikspierapparaten voor thuis. Mocht jij interesse hebben in een van deze toestellen, klik dan even op een van de linkjes onder deze video voor de koopgidsen en het beste aanbod. Ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt gehad. Heb je er wat aan gehad? Like dan even deze video en abonneer op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende.